Een goede opmaat voor deze wedstrijd noemde Been dat. Udinese had een wat mindere opmaat, maar daar heb ik net al wat van verteld. Udinese speelde tegen Lazio Roma en dacht een uur lang, deze hebben we in de tas. De scheidsrechter Matejek, redelijk ervaren in Europa door de jaren heen. Niet zo heel veel wedstrijden gefloten, maar wel regelmatig en aardige wedstrijden. Mario Been, de succescoach. Een topjaar heeft hij beleefd met NEC en nu is de bekroning daarvoor afgefloten. Well, a real comedy of errors between Gilberto and Gomez. Just when he thought he'd eradicated those kind of errors from his game, Gilberto comes on the pitch and he's through. Juba against Gomez, around the keeper, this for two. The night is getting better and better for Spartak Moscow. The nightmare is coming ever closer for Tottenham. En de tussenstand bij NEC Udinese is ook niet fijn. Op zich wel, daar is niks mis mee. Maar met dank aan de tussenstand in Londen is het helemaal niks, die tussenstand hier. Spartak leidt daar met 2-0. En NEC staat hier gelijk met 0-0. En daar heb je dus helemaal niks aan. Ja, het is wel teleurstellend, 0-0. En Spartak zat voor in Londen tegen Tottenham. NEC ligt er op dit moment gewoon uit, dat is de conclusie. NEC dus momenteel virtueel is uitgeschakeld. Het moet nu minimaal 2 goals maken. Boahuizen. Hij zal toch echt wel een keer goed vallen, zoals nu. Schöne. Veel moeite die bal onder controle te krijgen. En dan is de kans weg. Dani Fernandes. Van Beukering. Van Beukering. De hoek is te moeilijk. En Colin John zette dat extra stapje niet. Siebem. Colin John vastgepakt door Domizzi. Nou, scheidsrechter dat je dit niet ziet. Hij is werkelijk de enige in dit stadion die dat mist. Dani Fernandes. Wordt onderuit getrapt door Pasquale, die nu geel krijgt. De wedstrijd glipt deze scheidsrechter helemaal uit de vingers. Goeie kopbal van Johnny van Beukering. Pindler. Goeie paas. Barbos komt uit en dit is Hens. Dit is Hens. En het is gezien. Het is gezien door de scheidsrechter. Dat is altijd maar afwachten. Maar hij ziet het. Floro Flores maakt Hens. Boahuizen, mooi meegenomen. Mooi meegenomen, Boahuizen. En een redding van Belardi. Corner El Achoui. Kopbal van Zomer. En prachtige redding, dat moet gezegd worden. Van Emanuele Belardi. Ja, er komt weer hoop. Er komt weer hoop, want Tottenham Hotspur heeft gescoord. Just seconds after Juba could have put the game beyond Spurs with his third and Spartak's third. 1-2. Excellent combination between Bale and Bentley. Bale's ball in, finds the head of Huddleston, who got there ahead of Clemente Rodriguez. And Pletikosa for the second time in the space. Richting Van Beukering. En de bal valt voor de linker van Collins John. En die gaat erin. Collins John, hou je shirt aan. Dit kost geel. Maar veel blaam treft hem niet. Want dit kan een hele belangrijke treffer zijn. Scoort NEC terwijl ik zit te kijken naar het scorebord. Omdat het 2-2 wordt bij Tottenham. En dan Collins John scoort. En die wordt helemaal gek. Die gaat geel krijgen. Want zijn shirt gaat uit. Maar met nog dikke kwartier te spelen. Komt NEC op 1-0.
Daar heel handig van Beukering, zegt hij. Domici aan de kant gezet. En dan de ruimte. Koda legt hem daar klaar. De ruimte is er voor Collins John. Bal van richting veranderd. Bellardi is kansloos. En NEC is door. Op dit moment. Schöne. Collins John wordt even vastgehouden. Van Beukering haalt uit. Het is 2-0. Het is 2-0. Johnny van Beukering. Daar was hij bijna weer. Oh, daar gaat hij van Beukering. Ja, ja, schiet er maar een bij voor de zekerheid. Johnny van Beukering. NEC naar de volgende ronde. Het moet nu toch gek gaan, zeg. NEC ligt op een hoop voor de fanatieke aanhanger. Die worden helemaal gek. Wat zeg ik? Het hele stadion wordt helemaal gek. Collins John bijna en dan is dit van Beukering ten voeten uit. Moeilijke bal, half hoog. Kijk eens, niet makkelijk hoor dit. Loopzuiver. Zomer is wijs, laat het aan de spits. En die, oh, hij wil hem bijna dat shirt uittrekken. Daar hebben ze hier een reputatie mee in Nijmegen. Net nog bevestigd door Collins John. Kijk, en nou lacht hij echt. Ja, ja. Je doet het, jongen. Dat zie je hem denken. Hoe is dit mogelijk? We doen het. Feest in de Goffert. Drie minuten extra tijd bij. Ik zou willen zeggen, mooi, dat is drie minuten extra feest. Heel NEC wordt gekozen tot man of the match. Het is kijk, dit is mooi. Het publiek en de breed grijnzende Mario Been. Dik en dik verdiend gaat NEC door naar de volgende ronde. Want wat was het goed bij Dynamo Zagreb. Maar net niet goed genoeg voor de winst of een gelijkspel. En wat durfde NEC uit bij Spartak Moskou. En wat was dat wel goed genoeg. En wat durfde NEC vandaag weer en deed het gewoon wat het moest doen. Gewoon, zeg ik dan. Het publiek staat. Wacht op Matejek, de Tsjech, de scheidsrechter. Fluit maar af. Het publiek is er klaar voor. Het wordt een nachtlang feest in Nijmegen. Hij raapt de bal op en dan is het klaar. Nijmegen ontploft, letterlijk en figuurlijk. Er wordt vuurwerk afgestoken op de Goffertweide. Terwijl wij kijken naar het feestende publiek. De feestende spelers die het veld oprennen. Het wonder geschiet. De droom komt uit. Het sprookje. Het is geen sprookje. Het sprookje is waar. Hier staat het. Klip en klaar. 6 punten. NEC, het lelijke eentje van Pool D. Dat kon toch niet? NEC door. Dat kon dus wel. NEC is door in Europa. Gaat morgen in de koker. En loopt mee voor 2 wedstrijden. Eind februari is de eerste. En Nijmegen is tot die tijd in de ban van Europa. In de ban van 2008. In de ban van dit NEC. Dit NEC. Dik en dik verdiend. Komt hij uit Nijmegen, wordt het een herrie. Neem het een nachtje voor lief. NEC is door in Europa. Ongelooflijk, onvoorstelbaar mooi. Mario Been, hij wil naar Italië.
wil namaken. Nou, dat heeft hij vanavond gedaan. Italië heeft hem kunnen zien. Zijn ploeg wint met 2-0 van Udinese. En overwint het in Europa. Geschiedenis zet zich voort. En zo ziet dat eruit. Winnen met Mario Been. Ik mag het jullie officieel vertellen. Als trainer heeft bijgetreden tot trainer. En dan wordt tegelijkertijd, dat pik ik nog even mee, bekendgemaakt in een vol stadion, dik 12.000 mensen, dat de trainer zijn handtekening heeft gezet. De consumptiebonnen zijn binnen, zullen we maar zeggen. Daar hing het nog op, zei hij gisteravond. Nou, dat bonnenboekje is geregeld. Mario Been blijft tot 2012. En waarom ook niet? Met zo'n elftal, dat zo kan presteren. En dit publiek, dat met volle teugen geniet. Mario Been en NEC. Een subliem huwelijk. Mirakel is geschied. NEC is door in de Europa Cup. Morgen wordt het dus geloofd. Een superjaar in Rome. Dit is echt niet te geloven. Ja, dit is geweldig. Dit is voetbal zoals het gespeeld moet worden. We wisten dat het natuurlijk heel slecht was in Engeland. Dus we hebben gewoon in de rust gewisseld. En we zijn 1-1 gaan spelen tegen een ploeg als Udinese. Drie verdedigers achterin. Ja, die hebben het geweldig gedaan. Die zomer, hè, die knalde erin een paar keer. Ja, nee, goed. Ze hebben het allemaal geweldig gedaan, maar... Wij moesten zo wisselen. Nou, dat is goed uitgepakt. Dan maak je 2 goals en dan maken ze daar 2-2. Dus ja, dit is super. Het is voor jou ook lekker natuurlijk. Colin John toch een probleemkind. En hij scoort al uitgerekend die 1-0. Nee, dat zijn helemaal geen probleemkinderen. Het zijn allemaal volwaardige selectiespelers. En de een heeft wat meer aandacht nodig dan de andere. Dus wat dat betreft doe ik dat graag. Ja, en dan die krankzinnige minuut. Ineens wordt er gejuicht. 2-2 in Londen. En dan gelijk Johnny van Beukering voor de 2-0. Ja, nou ja, goed, dan is het nagenoeg zeker. Dan moet je nog wel afwachten wat daar gebeurt. Maar wij hebben gewonnen en dat is het allerbelangrijkste op dit moment. En dat heb ik ook gevraagd van ze. Ze hebben alles gegeven, dus wat dat betreft volop. Sowieso heel knap om zo'n Italiaanse muur te slechten, want ze speelden puur op de verdediging. Absoluut, absoluut. Dus wat dat betreft denk ik dat wij het heel goed gedaan hebben. We hebben nagenoeg niks weggegeven. Nijmegen wordt helemaal gek. Nou ja, goed, daar is voetbal voor uitgevonden en dit gun ik ook een ieder hier. Lekker meeloten morgen, dat is ook natuurlijk fantastisch. Dat is geweldig, ja. Dus ja, we gaan maar kijken wie we loten. Als we nou het rijtje even kijken. CSKA Moskou, Sint-Etienne, HSV, Woodward, Udinese, Standard Luik, Sharkov en Manchester City. Want het feest is nog lang niet voorbij in Nijmegen. Het Europese seizoen is nog niet voorbij. Het droomjaar, het superjaar, zei Frank, 2008, komt echt tot een prachtig eind.